Dag, mijn lieve Soul Searchers. Mijn naam is Barbara en dit gaat een algemene reading zijn voor mijn lieve Steenbok. Voor eind december, januari 2023. Gefeliciteerd met je verjaardag. Alvast, we gaan eens even zien wat de belangrijkste boodschappen zijn voor de komende periode. Het is een algemene reading, dus neem wat voor je past en laat er eens liggen. Kijk zeker ook naar het sterrenbeeld dat in jouw maan, jouw Venus of dan wel jouw ascendant staat. Like, deel, abonneer, klik op het belletje. Blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Ik ben voor januari niet te boeken voor readings, vanaf februari wel. Dus mocht je dat wensen, dan kun je me alvast een mailtje sturen. We gaan eens even zien. Ik wil er nog eentje. Ik heb heel veel roze kleuren, dus vrouwelijke, ontvankelijke energie. Sta open om te ontvangen. Ik heb cadeautjes geven en ontvangen. Dus je krijgt cadeautjes. Ja, je bent jarig. En het zijn de feestdagen, dus op zich. Daar hadden we geen orakelkaart voor nodig. Maar sta er wel voor open om te ontvangen. Voor mij, als deze kaart hier komt, is dat wel soms de uitdaging. We hebben meer geleerd om te geven dan te leren ontvangen. Dus sta open om cadeautjes van het universum te ontvangen. Want ik heb ook hogere machten. Er zijn hogere machten aan het werk die jou een bepaalde kant opsturen, die jou begeleiden. Intuïtief weet je dat waarschijnlijk. En ik heb vrede. Een nieuw begin. Deze had Leeuw ook. Dus hier heb ik een nieuw begin. Een ei waar we op zitten te broeden. Wat heel veel innerlijke rust en vrede met zich mee zal brengen. Oké. Een nieuw begin dat van hogere machten komt en het voelt als een cadeautje. Moet deze niet hebben. Die zijn voor subiet. Ook niet. Amai, in de war. Is mijn steenbok in de war? Of ben ik dat alleen? We gaan het zien. Wat is de energie op dit moment voor mijn lieve steenbok? Huidige energie van mijn lieve steenbok. Waar staan we? Energie genoeg. De acht van kelken. We zijn hier emotioneel iets achter aan het laten dat ooit fijn voldoeninggevend was. Tevreden. Maar nu niet meer. Op zoek naar ons geluk, op zoek naar de zon, op zoek naar je zielsmissie. Het oordeel, oké. We laten in ieder geval het oordeel van andere mensen los. Het oordeel is voor mij ook een verlossing, een halleluja moment. Dus dit achterlaten en moving on, ja, tijd om te gaan, voelt wel als een verlossing. Versie 2.0 dat herrijst uit de dood. Wat ik zeg, dat kan een soort van wedergeboorte zijn. Een tweede start, een hernieuwde start. Maar met dat moving on denk ik niet. Voelt dat eerder als inderdaad je verlos je van iets dat emotioneel niet meer tevreden is. En ik heb de vijf van pentakels. Hier heb ik wel een beetje het gevoel er alleen voor te staan. Ja, alleen voelen, ja. De vijf van pentakels spreekt over verlatingsangst, bindingsangst. Bang voor het financiële tekort. Bang om er alleen voor te staan. Dus we zijn hier wel ergens van aan het vertrekken, iets achter aan het laten. Maar er is ook wel een angst onderliggend van we staan er weer even alleen voor hier. Oké. Wat is de uitdaging voor mijn lieve steenbok? Vertrouw op je derde oogchakra, de hogere machten. Niks gebeurt voor niks. Alles heeft een reden. De vier van zwaarden en de gematigdheid. Boogschutter energie. Vind een balans. Heling spreekt voor mij ook wel hierover. Met tijd en geduld. Neem de tijd. Weet wat ik zeg, dat dit zo moet zijn. En dat je dus op het juiste pad bent en geleid, begeleid wordt. En de vier van zwaarden, dat is na een tijdje van heling, rust, je terugtrekken. Geen communicatie hebben. Klaar zijn voor de strijd. Klaar zijn om vooruit te gaan. Klaar zijn om te vechten. Een compromis te vinden. Vechten voor een compromis. Maar het is wel de uitdaging. Vechten voor de balans. Terug te vinden. Wat is het advies? Voor mijn lieve steenbok. Ja, blijf je vooral hopeloos en helpeloos voelen? Nee. Ik heb de acht van zwaarden. Dit is inderdaad het gevoel hebben vast te zitten. Geen kant op te kunnen. Het niet zien, het niet voelen. Maar dat is voornamelijk door beperkende gedachten. Ja, maar ik kan het niet. Ja, maar het is niet het juiste moment. Als je deze beslissing nog niet hebt genomen, wordt deze beslissing misschien beïnvloed door negatieve gedachten, door je angst om er alleen voor te staan. Is het wel tijd om die angsten onder ogen te zien? Hier in het advies voor mijn gevoel zeker wel. En in te zien dat het enige wat jou beperkt om vooruit te gaan en voor jouw geluk te gaan en die balans te vinden,
zijn je eigen gedachten. Verander de focus. Kijk niet naar hetgene wat je kwijtraakt of bent geraakt. Kijk niet alleen maar naar het verleden, maar kijk vooruit. Om je heen staan er hele mooie nieuwe dingen. Maar sluit je daar niet voor af. En wat is dan de uitkomst voor mijn lieve steenbok? De solar plexus en de hoofdpriesteres. Heel veel intuïtie hier. Dus vertrouw op je intuïtie. Luister naar je intuïtie. Spiritueel. Hier heb je dat innerlijk weten. Hier heb je dat begrip. Ook al hou je het voor jezelf. Want de hoofdpriesteres heeft heel veel innerlijk weten. Maar ze zwijgt erover. Het is voor mij gevoeld dat als een soort van begrip van... besef. Persoonlijke groei. Ik weet niet waarom ik dat zo zie. We gaan het zien. Verklaar de huidige energie voor mijn lieve steenbok. Ja, voilà. De 10 van zwaarden. De koning van kelken en de toren. Ik heb hier drastische veranderingen die je aanbrengt. Jij? Ja. Met een ingecalculeerd risico. Je neemt het risico om er... alleen voor te staan of om de angsten te voelen die je voelt van financieel tekort. Je neemt die angsten op de koop toe. Ik heb hier een overwinning van die angsten. En dan heb ik een nieuw begin waarbij je je gevoel volgt. Dus dat kan een nieuw begin in de liefde zijn. Maar daarvoor moeten we eerst hier iets achterlaten en helen met tijd en geduld. Weten dat het vooruitgang met tijd en geduld komt. En hier heb je dat innerlijk besef wel. Dus de toren ondersteboven. Drastische veranderingen die je neemt. Met een ingecalculeerde risico. De koning van kelken. Vis krijgt schorpioen energie. Iemand die wel liefde voor je draagt hier. Of jij die liefde draagt voor iemand. En de 10 van zwaarden. De 10 van zwaarden is wel het einde. Een breuk. Het einde van iets waar... de oplossing van problemen. Het einde van een conflict... einde van een strijd, op zijn minst in het hoofd. Maar dit voelt wel als een nederlaag. Dit voelt wel als ja, iets dat niet tot een succes is gebracht. Hij komt hier ondersteboven, dus er is wel een gesprek dat uitkomst biedt. Een afrondend gesprek misschien. Of een... ik zou zeggen, ik wilde ook zeggen een verzoenend gesprek. Maar dat, ik heb hier dat absoluut niet, omdat je hier echt wel iets achterlaat. Dus ja, we laten drastische dingen... achter ons, we maken drastische veranderingen om dingen achter ons te laten die ons emotioneel niet vervullen. En een gesprek dat uitkomst biedt, dat ervoor zorgt dat we ons verlossen. Daar komen we vandaan. Oké, wat is het, de uitdaging? De duivel, die angsten. Ik ga dat allemaal niet doen. Verklaar de uitdaging helder alsjeblieft. De koning van pentakels. Stier maar stem op energie. Jouw energie. Focus je op jouw stabiliteit. De koning van pentakels is iemand die loyaal is, betrouwbaar. Een rots in de branding. Ik heb hier inderdaad wel een strijd. Dat kan een strijd zijn met een baas of met... Ik heb hier al 2 koningen namelijk. En een nieuw begin voor bezinning en passie. We hebben opties en keuzes... maar het is moeilijk emotioneel verwarrend om te kiezen. Dus om de balans te vinden en ervoor te vechten. Ik heb het Rad van Fortuin. Dat kan spreken over een terugkerend probleem met iemand. Een terugkerende strijd. Er is hier concurrentie. We zijn het niet met elkaar eens. Het is een terugkerend probleem. Het is tijd om daar een balans in te vinden, compromis in te vinden, om dit te helen. Om de strijd wel aan te gaan. Maar dat is wel de uitdaging. Om de discussie hier aan te gaan. Om dit terugkerend probleem op te lossen met... ja, door een beetje water bij de wijn te doen. Dus ja, een terugkerende strijdsprobleem. Wat ik zeg, dat kan ook een mentale strijd zijn. Hè? Van, nou, doe ik het wel, doe ik het niet. Maar om die strijd aan te gaan met jezelf of dan wel met iemand. Om een balans, een compromis te vinden. Van dit terugkerend probleem. Oké. Verklaar het advies. Kom uit je hoofd, zou ik je willen zeggen. Ziet dat jij niet
hopeloos vastzit. De koningin van zwaarden. Oké, maak van je hart een steen. De koningin van pentakels. Ik heb hier een koppel. Maar deze koningin stelt zich financieel, materieel of dan wel emotioneel afhankelijk op. En met de ridder van kelken en de zeven van zwaarden. Dit is misleidend, manipulerend, niet helemaal eerlijk. Een leugentje voor best wil. De waarheid verdraaiende. En hier heb ik een koningin die van haar hart een steen maakt en dat achter zich laat, zich emotioneel afsluit. En verder gaat. Richting een nieuw begin. Dus. Wat ik zeg met die ridder van kelken. Er is iemand om jou heen. Die hier of dan wel niet helemaal eerlijk is. Of dat kan jij zijn, hè. Die inderdaad de waarheid een beetje verdraait. En om de knoop door te kunnen hakken. Maar ik zie dat meestal als een boodschapper. En dat is iemand die wel met een boodschap naar je toe komt, maar in mijn, met deze kaarten niet helemaal eerlijk is. Omdat hij nog nood heeft aan een bepaalde stabiliteit die jij wellicht biedt. Maar ik zeg de koningin van zwaarden, zeker in het advies van mij, is het van je hart een steen maken en beslissen. De banden snijden met de dingen die jou niet meer dienen. Zijn hier mensen niet eerlijk met jou? Professioneel, emotioneel, familiaal, whatever. Omdat ze iets van jou nodig hebben, verwachten. Snij de banden. Walk away. Oké. En wat is dan de uitkomst met de hoogpriesteres? Dat gaan we niet doen. Die knopen die knallen tegen die stoten tegen de tafel. Ik hoop dat het niet te veel stoort. Mij irriteert het een beetje. Voilà, dan heb ik een nieuw begin. Een nieuw avontuur vol bezieling en passie. De aas van pentakels. Een cadeautje van het universum. Heb vertrouwen dat er hogere machten aanwezig zijn en dat je je cadeautjes gaat mogen ontvangen. De koningin van kelken had ik hier ook. En de geliefde. Soulmate connectie. Verliefdheid, verliefd zijn, tweelingen, energie. Ja. Ik heb hier daten, samenkomen. Een hereniging kan het zijn. Ja, voor sommigen is dat, hè. Moet je eerst iemand weg iets achterlaten voor die hereniging dat plaats kan vinden. Dat kan. Voor mij is het meer genieten van de kleine dingen des levens, daten, een nieuw avontuur. Dit is een cadeautje van het universum, dus neem het aan. Dat kan ook spreken over een financiële meevaller, een nieuwe job, een nieuwe stabiliteit. Op het moment dat je het niet verwacht, komt het naar je toe. Heb vertrouwen op je intuïtie. Jij hebt de innerlijke waarheid en wijsheid in pacht. Dus hou daaraan vast. Wijs eventueel iets af dat inderdaad niet eerlijk is. En dan heb ik een nieuw begin. Weliswaar met iemand die je of dan wel kent uit een vorig leven. Of al kent op de een of andere manier. Dus ja. Tijd om het cadeautje van het universum te ontvangen, zoals ik al zei. Een nieuw avontuur. Zullen we nog heel even zien? Verklaar de aas van pentakels. Ja, nee. Nou. Verklaar de aas van pentakels, want dit is het cadeautje van het universum. Met de hoogpriesteres nog een keer. Je wist dat het ging komen. Heel spiritueel. Als dit, ja. De drie van kelken en de zeven van kelken. Hobbel je hier van het ene avontuur en het ander. Maar ik heb dus even van kelken. Dit is inderdaad een emotioneel in de war zijn. Opties hebben, mogelijkheden, keuzes en niet kunnen kiezen. De drie van kelken. Ik kan spreken over inderdaad iets dat heel veel energie kost. All work, no play. En de geliefde.
Ja. Ik krijg een beetje het gevoel dat het verschillende nieuwe beginnen zijn, waar je dus uit zou mogen kiezen. Dus let op, vertrouw op je intuïtie. Had ik dat niet hier onderop? Glinstering. Niet alles dat glinstert is goud. Dus niet de eerste, de beste persoon die in jouw leven gaat komen, gaat de partner van je leven zijn. Of niet ieder aanbod dat je krijgt gaat de job van je leven zijn. Vertrouw op je intuïtie. Date, geniet, heb avontuurtjes. Want er zit een soulmate-connectie tussen, maar het is niet allemaal. Oké, okay, hele bijzondere boodschap. Aangezien er best wel veel over de liefde gaat, wil ik deze liefde-orakelkaart er ook bij nemen. Ik wilde voor de maand januari ook uitgebreide reading doen met een Vimeo-extra link. Maar technisch was het gewoon onmogelijk om dat deze week te doen. Dus dan moest dat pas volgende week. En ik had jullie beloofd dat het deze week ging plaatsvinden. Dus dan doen we het even zo. In januari, voor de februari maand, zal ik het wat uitgebreider doen. Ja, voilà. Iemand uit het verleden komt terug. Iemand, ja, ik heb hier wel inderdaad een soort van verzoening. Maar daarvoor moeten we volgens mij iets loslaten dat eerst, dat waar stiekem is, wat niet helemaal eerlijk en oprecht is en wat heel veel energie kost. Wat niet voelt als Soul Tribe energie. Eerder karmisch. Elkaar beter leren kennen. Als je elkaars diepste gevoelens deelt met elkaar, wordt de band sterker. Heb je zelf eerst lief. Jouw zelfliefde en zelfrespect maakt jou romantisch nog aantrekkelijker. En laat je ex los. Het is tijd om je energie te bevrijden. Soulmate. Ja, dit is je soulmate. Ja, je bent er eentje aan het aantrekken. Maar wat ik zeg, er zijn meerdere mensen hier voor mijn gevoel waar je uit moet kiezen. Honeymoon, geniet van het geluk van vakantie samen. Ja, een weekendje weg. Leuke dingen samen doen. Wat is de boodschap van het universum voor mijn lieve steenbok voor de komende maand? Dat is een beetje veel. Ontwaken. Kijk eens op een andere manier naar de situatie. Vissen energie. Omhels je eigenheid en een tijdelijke onderbreking van actie. Dit is inderdaad dat gevoel vast te zitten. Geef je eraan over. Kan zijn dat er inderdaad iets daarvoor opgeofferd moet worden om je te los te breken. Dus bekijk het van alle mogelijke manieren om tot nieuwe inzichten, nieuwe perspectieven te komen. De drie van lente. Plan de volgende stappen met de langere termijn in gedachten. Wees geduldig, er volgen nog meer fijne dingen. Voldoening over je uitstekend werk. De drie van zwaarden, nog een drie. Strek je handen uit naar anderen voor troost en liefde. Je zult hier sterker uitkomen, verdriet dat met de tijd zal helen. De drie van zwaarden kan spreken over een breuk, hartzeer, eventuele driehoeksverhouding. Maar we zijn hier met de drie van lente wel plannen aan het maken naar de toekomst en onze horizon aan het verbreden hier. En de vernieuwing. Het oordeel. Kijk goed naar het verleden en naar het heden om een prachtige nieuwe toekomst te creëren. Je levensdoel inzien, oordelen over jezelf en anderen loslaten. Professioneel, wat is de weg naar het levensdoel van mijn lieve Steenbok? Wat is professioneel de boodschap? Onverwachte gebeurtenissen en uitdagingen. Je gidsen vertellen je dat je in een overgangsfase van je beroepsleven zit. Hierdoor krijg je het gevoel dat de dingen ingewikkeld of onmogelijk zijn. Dit is echter niet zo, maar je krijgt te horen dat je nog enkele stappen moet zetten voordat je de vernieuwing bereikt waarnaar je verlangt. Je gidsen vragen je om deze onverwachte gebeurtenissen niet te zien als belemmering of tekens dat je op het verkeerde pad bent. Want op dit moment is dat niet zo. Maar je moet de uitdagingen aangaan om je verwachtingen en projecten volledig en vlot te laten evolueren. Aanvaard elke onverwachte gebeurtenis als een extra stap naar meer openheid en naar de concretisering van je verlangens. Blijf gemotiveerd en vastberaden. Ook al is het pad soms bezaaid met grote bochten, alles is er om je te verbinden met je innerlijke kracht en je overtuigingen. De onverwachte gebeurtenissen kunnen vele vormen aannemen, al dan niet direct in verband met andere mensen. Ik heb hier inderdaad wel andere mensen die een beetje een strijd creëren. Onthoud dat ze noodzakelijk zijn voor jou
En dat alles in orde zal komen als je blijft concentreren op wat echt belangrijk voor jou is. En juli is de maand waarbij er heel goed nieuws zou kunnen komen op professioneel niveau daaromtrent. Oké. Onverwachte gebeurtenissen. En dan wil ik nog deze. Wat is de laatste boodschap voor mijn lieve steenbok? Het is het einde van een moeilijke fase die nadert. En dat is jouw volle maan. Volle maan in steenbok. En die is in juli. Even zien. Ja, 3 juli. Het einde van... En was dat niet ook hier juli? Waar is die? Oh, hier. Juli. Dus juli is wel een belangrijk moment qua timing. Dus wat je nu in gang zet... Zal misschien in juli... Ja, dat is natuurlijk. Hè. We hebben nu 23 december de nieuwe maan in steenbok. Jouw nieuwe maan. En alles wat je nu manifesteert op de langere termijn... Met de langere termijn in gedachten... Ga je binnen 6 maanden ook tastbaar en concreet in jouw wereld al zien. Dus manifesteer zonder angst. In volle overgave. Want het einde van die zware, vermoeiende cyclus is aan het naderen. Er zijn nog onverwachte gebeurtenissen. Er zijn uitdagingen op je pad. Het is niet omdat je op het verkeerde pad bent. Het is... Om jouw doorzettingsvermogen nog maar eens te testen, precies. Alsof je dat nodig had. Maar ja, ik heb hier absoluut een verlossing. Een nieuw perspectief. Heel veel innerlijk weten, dus vertrouw daarop. En besef dat er hogere machten ook bezig zijn om jou te helpen richting dat einde. Ontvang de cadeautjes van het universum en creëer een vredig nieuw begin. Mijn lieve steenbok, ik hoop oprecht dat je hier iets aan hebt. Dus laat me zeker iets weten. Ik ben altijd heel blij en heel dankbaar voor al jullie berichten. Like, deel, abonneer, klik op het belletje. Blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Ik wens je een magische oud en nieuw. De feestdagen. Hele mooie feestdagen. Geniet ervan. Ontvang de cadeautjes voor jouw verjaardag en voor de feesten. Ik... wens je een magisch januari 2023. Ik stuur je alle liefde en licht toe voor de komende periode. Ik dank je wel voor het kijken en ik zeg tot snel.